Nieuwe boot. Gisteren gedoopt door je vader. Gisteren gedoopt deze. Een paar dingen veranderd. Hij is ietsje stijver tussen de mast en het midden. Ja. En dan hebben we de kant is heel flexibel en de voorkant is vrij flexibel. En je voert al met hetzelfde type boot of niet? Hetzelfde type boot. Ja, in principe is heel uiterlijk verandert niks, behalve de kleuren dan. Ja. Het dek is lichter geworden. Dus, waarom is dat gedaan? Wat zei je? Waarom is dat gedaan? Als je dik dek lichter hebt, dan beweegt hij. Dan heb je de G lager en dan beweegt hij beter door de golf. Oké. Okay. Ja. Dit is de eerste keer dat je ermee zeil? Gisteren mee gevaren, vandaag de tweede keer. En ik doe er deze regatta mee, de Deltaloid regatta. Dan de Silver Gold doe ik ermee. En dan hebben we beslissen of ik de boot van Perth gebruik. En waar ik dit seizoen mee heb gevaren op deze boot. Is het niet een risico vlak voor de speler je boot veranderen? Nou, dat ga je zo zeggen. Maar als je het een overwegend risico doet, dan. En je weet waar je mee, als je weet waar je mee bezig bent, is het geen probleem. En ik heb in principe had ik in december alles al klaar. Maar goed, deze boten zijn net veranderd. Dus er is iets veranderd in het proces in begin april. Dus het is de laatste ontwikkeling die we testen. Ja. Ja. En als het niet werkt, dan werkt het niet. En de concurrenten die met hetzelfde boot varen? Ja, en die gaan hard. Gaan hard. Ja, dus ze zijn nu, dit is de vijfde boot die geproduceerd was van het nieuwe laminaatschema. En die anderen die gaan hard. Vandaar ook dat we het even willen checken. Ja. Ja. Je hebt nu één wedstrijdje gevaren, we zitten nu te wachten op wind. Ja. Hoe was je gevoel net, een keurige tweede plek? Gevoel was goed. Ik merkte dat, dat zei Stefan ook. Stefan die zei dat ik ietsje meer voorin moest zitten dan bij de andere boot. Dus dat de neus ietsje uit het water komt. Gevoel verder is goed, maar het is even wennen, dat merk je wel. Je moet even je positie vinden en ja, als je een centimeter schuift, dat voel je meteen. Ja. Is je spons je beste vriend op dit moment? De spons mijn beste vriend. Nou, ik zie je veel sponsen. Heb je lekkage? Ik had net mijn zwaardbout niet zo goed aangedraaid. Okay. Dus die moest ik even aandraaien. Vandaar, dat er wat water een kleine staat. Zwembad hier. We hebben genoeg water. Hey, er zijn andere Nederlandse zeilers die zijn hier niet. Jij hebt wel toch ervoor gekozen om Deltaloid te varen. Ja. Waarom? Ten eerste hiervoor, boot testen. En ik vond het ook prettig. Het is goed voor mij om even in Nederland te zijn. Ik zie wat vrienden en mensen. En dan overdag varen. Ik bedoel, de uur die ik hier vaar of in Weymouth, vaar ik nu in dit moment even liever hier. Ja, succes! Dankjewel.